Goedenavond. We kunnen vanaf volgend jaar het gaspedaal ietsje verder intrappen. Minister Schultz van Verkeer gaat op 300 km snelweg de maximumsnelheid verhogen naar 130 km per uur. Sinds een jaar of drie mag er op een deel van de Nederlandse snelwegen 130 worden gereden. Critici die vrezen voor het milieu en de verkeersveiligheid. Dit is wat het kabinet en vooral de VVD wil. Harder rijden op de snelwegen. Wij zijn voor ook maximumsnelheid omhoog op een aantal wegen, 130 kilometer. Dus ja. Een kamermeerderheid blijft erbij dat er extra veiligheidsmaatregelen moeten komen. Met de oppositiepartijen blijft het CDA op de rem staan. Eerst moet Schultz de wegen veiliger maken, dan pas kan de snelheid omhoog. Op gevaarlijke situaties hoe dan ook geen 130. Die stelling stond en staat. En die stelling staat wellicht nog steeds. Om welke snelwegen gaat het, Ilan? Waar mogen we straks 130? Ik heb alles even op een rijtje gezet. Dus we beginnen even met de snelwegen waar je nu al 130 mag rijden. Dat is op de hele dag op de A2, de A4, de A6, de A12, de A73 en nog meer. Er zijn nog een aantal snelwegen waar je ook nog tussen 7 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends 130 mag rijden. En er komen dus 19 nieuwe trajecten bij. Dat is op 5 snelwegen, de A27, de A28, de A50, de A58 en de A65. Dan heb je toch een flink deel van het totale snelwegen net te pakken, denk ik. Ja, meer dan 60% van de snelwegen mag je straks 130 rijden. Ja. Ja. Maar dan de gevaren. Zijn ze er? Die zijn er natuurlijk wel, maar die zijn hoe harder je rijdt, hoe kleiner ze worden. Oh. Dat blijkt uit een rapport Veilig over Rijkswegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat heeft het opgesteld. Ik heb het hier liggen. En daar staat in dat het ongevalsrisico is gedaald ten opzichte van snelwegen waar geen 130 kilometer gereden mag worden. En die daling zet zich voort als er 130 gereden mag worden. Oké, dus zijn we een beetje onnodig bang gemaakt? Is dat de conclusie? Ja, eigenlijk wel, want het was kennelijk een aanname. En het blijkt niet uit het onderzoek dat als je de cijfers ziet, dan kan je zeggen hoe langzamer je rijdt, hoe groter de kans is op een ongeval. Want de meeste verkeersslachtoffers en de ernstigste verkeersongelukken gebeuren op 80 kilometer wegen, de provinciale wegen. Ja, hoe is die verdeling? Die zien we hier in beeld. Ja, nou, dan zie je meteen, voor? Ja, op de 80 kilometer wegen meer dan 10% kans op een ongeval. Dat is berekend naar x aantal kilometers dat er afgelegd wordt op zo'n weg. Op 120 en 130 kilometer wegen waar je permanent 130 mag rijden, is dat ongeveer gelijk. Hmm. En op de wegen waar je dus 's nachts 130 mag rijden, is het nog iets lager. 2,1%. Maar ik kan me voorstellen, dat zegt natuurlijk nog niks. Dit is het aantal ongevallen. Zegt niks over de ernst van ongevallen. Want hoe harder je rijdt, hoe groter de kans is dat een ongeval ook met fatale afloop is. Ja, dat klopt. Maar in absolute aantallen blijft het toch zo dat de meeste verkeersdoden vallen op de provinciale wegen. Er waren 58 verkeersdoden op de Rijkswegen in 2013, waar dit rapport over gaat. Mm-hmm. En in totaal waren er 570. Dat is op de provinciale wegen en in de bepaalde kom. Ik ben geen verkeersdeskundige natuurlijk, maar als je harder rijdt, maar minder kans op een ongeluk. Dat kan toch haast niet? Je hebt toch gewoon minder tijd om te herstellen of zo? Zit er een ratio achter of niet? Ja, je moet je wel voorstellen dat op de plekken waar je 130 mag rijden, zijn die wegen er ook op gebouwd. Die zijn breed, die zijn overzichtelijk, weinig bochten. Je hebt geen tegenliggers. Je hebt geen kruisingen, geen tegenliggers. Maar ook dan heb je minder tijd om bijvoorbeeld te remmen als je voorligger remt. Dus ja, nou ja, het blijkt ook wel dat inderdaad de meeste ongevallen zijn in de spits. En dan rijden we te dicht op elkaar. En dat zijn ook kopstaartbotsingen die het meest voorkomen. Maar conclusie is, harder rijden leidt niet tot extra verkeersongelukken. Waar ik wel een beetje kriegel van word, is altijd, dan mag je weer 80, dan mag je weer een stukje 100, dan mag je weer 130, maar weer niet 's avonds, dan mag je weer 100, dan weer 80. Ja. Heeft dat nog effect? Ongelooflijk onduidelijk. Vandaar dat ook op meer wegen 130 gereden moet worden. Dat het ook wat geharmoniseerd wordt. Het is irritant, maar dat heeft vooral te maken met het milieu. Met fijnstofnormen. Hè? Ook die 80 kilometer stukken rondom de grote steden. Amsterdam, Den Haag. Hebben allemaal daarmee te maken. En niet met de verkeersveiligheid. Oké, Ilan Sluis, dankjewel.